Danielle en Marcel zijn er al. En er komt er ook nog eentje binnen vliegen. En dat is onze enige echte Mary. En daar zit onze prinses. Ja. Ze moet nou bij dit t-shirtje matchen. Dus ze heeft rood en wat roze op. Een hele goedemiddag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie weer bij aanbeland. Het is vandaag zaterdag, de 6e van de 4e, 2024. En we leven alweer reeds om 13:36. De meisjes zijn al uit geweest. Danielle en Marcel zijn er al. En er komt er ook nog eentje binnen vliegen. En dat is onze enige echte Mary. Ja, ja. Helemaal gezellig. Maar ja, die twee krijgen koffie. En Danielle en ik gaan de hort op. Ja, en dat mag Marcel weer niet weten. Nee, jullie krijgen het wel te weten, maar dat is ook pas ter zijner tijd. Nu ook nog niet, nee. Allemaal een verrassing. Allemaal een verrassing in petto. Maar dat komt helemaal goed. Ik ga nou eerst even koffie schenken voor twee personen. En dan gaan wij de deur uit. Maar jullie gaan wel mee. Niet de camera, maar gewoon mijn mobiel. Ja, we gaan er gewoon... er is er één lopend en ik rij. Maar we gaan wel ontoer. Ja? Oké. Toppie. Tot later. Daar ligt de schoonheid. Ja, mijn schoonheid. Hé, Elwin? Ja. Maar daar heb ik er nog één. Ja, echt wel. Ja. En ja, er ligt hier een pakje van gezichtsreinigingsdoekjes. Er staan hier make-up kwastjes. Er staat hier blijven. Remover pads voor oogmake-up. Hier droge make-up doekjes. Hier staat een potje anti-rimpelcreme. Hier legt oogschaduw, hier en dat, maar die mag ze wegleggen. Ik ben toch nog weer wat vergeten. Ik moet weer naar boven huppelen. Ja, echt waar. Maar dat komt zo wel goed, want die dame wordt opgemaakt. Ja. Ja, door mij. En ik zal het een en het ander leren. Ze weet hoe ze nou al een brilmake-up eigenlijk op moet doen, want dat heb ik er verteld. Ja. En als ze onthouden kan, dan moet ze dat nou ook wel weten hoe ze dat doen moet. Ze weet ook al wat ze met de trouwen op krijgt. Dat weet ze al. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Maar dat weet die meneer natuurlijk niet. Nee. Want dat krijgt hij ook niet te weten. Nee. Want het moet wel met ze. Ja. Met haar, wat ze aankrijgt. Het broekpak. Ja. Dus het komt helemaal goed. Ja. Oh nee, niet een broekpak, maar hoe heet dat ding? Nou, zo'n tuin overal, met die galgen, weet ik veel hoe dat heet. Ja. Waar je één kant van los kan laten hangen. Met zo'n punt naar beneden. Dat is tegenwoordig de mode, hè? Ja. Die zegt een tuinbroek. Nou, dat zal, ik weet het niet. Maar ik moet nog een zwart potloodje even van boven halen, ja. En ze weet, één ding heb ik niet, omdat ik dat zelf ook niet gebruik. En dat, ja, ik gebruik, heb het vroeger wel gebruikt, want we waren eens wat langer. Mascara. En eyeliner, ja, had ik vroeger ook wel, maar dat is op. En ik gebruik nou gewoon een potloodje ervoor. Dus ik ken net zo goed. Ja. Snurkie. Ja. Dus ja, ik ga haar opmaken. En dan mogen jullie haar nog even goed bewonderen. Ja, ja. Onopgemaakt. Ja. En straks zien jullie haar weer wanneer ze opgemaakt is. Ja. En ja, die zit daar. En die mag toekijken. Ja. Maar ze krijgt niet hetgene op wat ze dan opkrijgt, hoor. Nee. Oké. Ze krijgt nou andere kleurtjes wat hier ligt. Mm-hmm. Dus. Ja. Ze moet nou matchen met het t-shirt. Ja. En dat heeft ze gekregen. Dat is om de wenkbrauwen te doen. Ja. Maar dat mag je zelf lezen en bekijken en doen. Want dan ga ik... Moet niet mijn schuld wezen als er wat fout gaat. Maar je kunt geloof ik ook weer afkrijgen met deze dingen. Ja. Ja. Deze pot kost, meen ik, 2 euro bij de DA. Oh. Want
Die wil het er niet afkrijgen. Dit is niet echt make-up, maar gezichtsreinigingsdoekjes. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Dus ik zou zeggen, geniet van alles. En geniet een beetje mee. Doei doei. Nou, zoals jullie zien is de tafel een of ander troep met de doekjes en make-up en weet ik van wat. En we zijn klaar. En ja, daar zit onze prinses. Ja. Ze moet nou bij dit t-shirtje matchen, dus ze heeft rood en wat roze op. Ja. En natuurlijk zwart, want dat is de basiskleur. Daar begin je mee. En wat voor kleur erbij komt, dat zal je een worst wezen. Je moet matchen met je kleding. Dus. Ja. Ben je zelf tevreden, schat? Ja, ik vind het heel mooi. Ja? Nou, daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Nou, nog een kam doe je haar en dan ben je helemaal top. Helemaal top, ja. Ja. Dus. Nou, lieve schat, ik ben blij dat jij blij bent. En meneer, wat vindt u van uw verloofde? Nou, het is een beautiful. Ben je er blij mee? Ik ben echt blij mee. Of is het van die troep er weer af? Nee. Gaat niet eraf. Oké. Nee. Nou, moet op. Ja, vannacht. Voordat je naar bed gaat, laat me zeggen. Ja, precies. Ja. Het is echt een mooie vrouw. Mooi, dankjewel. Nou, ik heb mijn best gedaan. Dan gaan we dat weer opruimen. En ik wil wat drinken, want ik steek van de dorst. Dus, dat gaan we weer doen. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, daar ben ik weer. Ja. Alweer een tijd geleden dat we er waren. Dat was met Danielle dat ik haar opgemaakt had. En ja, ze was er helemaal super blij mee. En zodanig dat ook zelfs Marcel moest huilen omdat hij het zo prachtig vond. Ja, complimenten van links naar rechts werden er heen en weer gedaan door allebei richting mij. Dat ze waren er zo blij mee. Maar ik zou dat ding in de houder gedaan hebben, on tour. Maar halverwege de eerste straat waar ik dan doorheen rijd, de lange straat, ja, hij heet niet zo, maar ik zeg het zo even, kwam ik erachter dat ik het vergeten was. Ik zei, nou ja, laat ook maar. Ik zei, want we moeten winkel in, winkel uit, winkel in, winkel uit. Ik zei, dat werkt niet. Tot overmaat van ramp. We waren eigenlijk nog lang niet klaar. We zijn wel geslaagd, daar niet van. Maar we waren nog lang niet klaar. We wouden nog meer dingen regelen. Maar ja, lekker achterband, linksachter. Had ik maar ergens stil gebleven staan waar een bankje was zodat Danielle kon zitten. Maar ik ben toch maar naar huis gereden, want ja, ik woon vlakbij het centrum. Dus ja, dan ga je niet, hè. Maar als ik maar wel gegaan, dan had mijn band nou al heel geweest. Maar ja, nou moet ik wachten en dan komen ze dinsdag. Maar ja, eerst zien wanneer ze dan komen. En hoe laat? En ik zou gebeld worden, dus ja, dan moet ik ook die in de gaten houden. Vanaf maandag, dus morgen nog niet. En dan, dan wordt die dus gemaakt. Dinsdag. En dat moet ook wel, want ik heb hem woensdag nodig. Want woensdag moet ik weer naar de Rabobank. Dus ja, ik hoop het zo dat ze inderdaad dinsdag komen. Anders dan word ik woest, laaiend kwaad. En dan, ja, dan moet ik woensdag een taxi nemen. Niet dat mijn cent kost, omdat ik heb een gemeentepasje, dus ja. Dan gaan we met de taxi hoor, als het niet anders is. Maar in ieder geval, ik hoop gewoon dat die gemaakt wordt, want ik wil hem gewoon ook weer hebben, weet je. Ik moet weg kunnen. En dan kan ik niet weg, nee. Ik had het morgen in het hoofd om naar mijn lieftallige broer en schoonzusje te gaan, maar... Tja... Ik zie morgen wel. Het ligt er eerst aan het weer. En anders kan ik dat stukje nog wel belopen. Want zo, dat is naar de Mosterdbrug. En de Mosterdbrug over linksaf. En dan, ja, dan wonen ze op die weg daar eens. Dus dat red ik nog wel op. Maar eerst even het weer afwachten. En anders kan ik ook nog een taxi nemen. Maar dat zien we dan wel weer. Ja. Ik moet eerst zien of het knap weer is en hun bellen van... Zijn jullie ook morgen, zijn jullie ook vanmiddag thuis? Goed dat ik kom. Ik moet wel met een taxi, want mijn booster die heeft een lekker band. Ja, ik kan er niks aan doen. Het is nog helemaal zo. Maar nu ga ik een vlog in elkaar zetten. Want ik ben dus, laat. Wat is laat? Ik moet nog steeds beginnen.
Dat is een oud plaatje en dat maak ik weer raster en dan komt het weer. Het is wel de juiste formaat, daarom pak ik die altijd. En dan zien we wel weer wat we gaan maken. Ik moet nog helemaal denken, ja. Ik moet helemaal nog denken van wat gaan we maken. Maar ja, we hebben het momenteel steeds over de zomer en over de zon, omdat het, ja, het is gewoon bizar, hè. Zo is de lucht blauw en zo krijg je weer één klap, boem, een deksel erop. Ja, wordt hier in één keer dichtgegooid. Want het komt niet overdrijven, het komt niet naar binnen drijven vanaf zee of vanaf het land. Nee, het is klap, boem, dicht. Net alsof er een deksel erop valt. Hè, dit is de pan, hup. Ja, nou, dit is de aarde bij ons in Nederland. En dan is boem, in één keer. Grijze massa. Hoe dan? Wat dus gedaan, hè? Ja, we mogen niet zoveel zonuurtjes meer hebben. Nee, want dat schijnt tegen het klimaat te keren. Ja, hallo, wat voor klimaat? Er is niks aan de hand met het hele klimaat niet. Word wakker, mensen. Ja, oh, en ik heb nog koud trouwens. Ja, maar in ieder geval, we gaan gewoon weer feestelijk door. En ik wens jullie natuurlijk verder nog een fijne, genoeglijke avond. En tot later. Doei doei. Zo, lieve vrienden. Ja, het is weer hartstikke laat. Ja, omdat hé, wanneer je een telefoontje met je dochter eerst hebt. Dat was nog betijds. Zo met Danielle en Marcel. Amsterbeurt, Haksen. Aan één en dezelfde telefoon. Maakt niet uit. Met Mary een paar keer gebeld. Toen had ik geen internet. Alles viel weg. Televisie, computer, Google Hub. Mijn mama, die niet. Maar de huistelefoon wel. Dus ja. Kon eventjes niks meer. En dan ben je ook nog aan het werk. En een spelletje aan het doen. Beide. Want het ene was ik mee bezig. Dat was aan het uploaden naar de computer toe. Dat ik het naar YouTube kon brengen en ga zo maar door, ja. Dus ja, een hoop kleine probleempjes en leuke probleempjes. Ja, problemen kun je dat dan niet meer noemen, maar in ieder geval, ja. Telefoontjes en dat om deze tijd. Tenminste, ja, het is alweer een tijdje terug, maar ik heb mijn spel even afgemaakt en ik heb nou de computer gesloten, ja. Televisie is uit, dus het is nog even een kruikje klaarmaken. Het regent, het spoelt. Het waait weer hard. Dus ja, geen fijn weer. Ik denk als ik het aan Google ga vragen, dat het dan koud gaat worden vandaag. Ja, ken je dat vandaag warm? Trouwens, ik vond het niet warm. Ik was niet de enigste. Ik vond het tegenvallen. Ze zei van 21 tot 22 graden vanmiddag. Maar er stond een bergste wind en die maakte het koud. Ik had een andere jas aan, maar ik had beter mijn winterjas aan kunnen houden. Maar dan zonder vest eronder. Ik vond het niet bepaald warm, nee. Daar staat 13 graden. Ik zal hier even kijken, hier staat nog 14 graden op. Even laten draaien, 13 graden. Het voelt als 10, dus dat valt mee. Maar het regent en het waait. Dus ja, niet te fijn. Maar in ieder geval, wat wel fijn is, dat is om naar bed toe te gaan. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard over een paar uur weer gezond uit je bed zien te komen. Degene die morgen naar de kerk gaan, een hele fijne kerkdienst toegewenst. En God zegen, ook voor degene die niet gaan, God zegen. Want er zijn natuurlijk ook mensen die een beperking hebben, die niet kunnen vanwege hun gezondheid of lichamelijke problemen. Ja, net als ik. Het loopt mij ook niet. Maar ja, dan moet het wel wat ook beter weer zijn, et cetera. Maar het lukt me sowieso niet. Ik heb die tijd, nee. Maar in ieder geval, buiten dat om allemaal, geniet van je nachtrust. Geniet van je zondag. En ja, jullie weten het allemaal. God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.
Thank you.